Van harte welkom op het doopfeest van Reus Keizer Karel I. In augustus vorig jaar moest Kalman Orvat, na een jarenlang gevecht tegen een meedogenloze ziekte, uiteindelijk de strijd staken. Een echte verrassing was het niet meer, maar toch. Ergens bleef je altijd open en hij was de eerste om je die hoop te geven en je te overtuigen dat het allemaal wel goed zou komen. We zullen onze Karel altijd blijven herinneren als het boegbeeld van carnaval Steendorp, de persoonlijke pijnder van Reus Mercator tijdens de Schellekesfeesten, een echte familieman en een immer positief ingestelde persoonlijkheid. Toen hij 1956 het rumoerige Hongarije verliet, was hij pas 20 jaar. Na vele omzwervingen bereikte hij uiteindelijk België. Wat later strandde hij in Ruppelmonde. Hij vond al vlug werk en integreerde zich in het Steendorpse gemeenschapsleven. Begin jaren 80 startte hij samen met enkele vrienden KV Den Blok. KV Den Blok werd mede onder zijn leiding al gauw een referentiepunt in het Waase carnaval gebeuren. Toen de Orde van de Baksteen in 1991 op zoek ging naar de opvolger van Prins Mark II, kwamen ze bij Karel terecht. Hij aarzelde lang om deze uitdaging aan te gaan. Hij was immers op de eerste plaats de gangmaker van KV Den Blok en hij wou zijn groep dan ook zomaar niet in de steek laten. Uiteindelijk hakte hij de knoop door en het succesvolle vervolg laat zich raden. Hij werd tijdens een nooit gezien uitbundig prinsenbal verkozen tot Prins Karel I. En hij had de smaak te pakken. Hij verlengde zijn mandaat in 1993 en 1994 en werd vervolgens in 1995 aangesteld tot Keizer Karel I van Steendorp. Onder zijn impuls onderging het carnavalcomité een echte metamorfose. Mede dankzij hem werd een echt programmaboekje samengesteld. En de initiatieven volgden elkaar op. Een kroegentocht bij de start van het nieuwe carnavalseizoen. De popverbranding op dinsdag van de carnavalviering. De matjoefelenomgang. Een eetfestijn. Telkens speelde hij een belangrijke rol. Zoals u zelf kunt merken, heb ik het hier over een unieke man die niet zomaar kan vergeten worden. Na enkele brainstormsessies kwam het carnavalcomité tot het besluit dat een reus het enige waardige symbool kan zijn om deze fantastische volksmens te eren. Uiteraard vergt een project van deze omvang de nodige financiële injecties. Dus geen 2, maar 3 meters en peters. Het betreft hier Taverne Te Dijken, Fijnkost Airweg en restaurant Tiroom Chantal. Verder was er een belangrijke rol weggelegd voor het organisatiecomité van de voormalige dijkfeesten. Zij hebben het resterende bedrag van hun organisatie integraal aan dit project gestort. En last but certainly not least, willen we iedereen bedanken die ingeschreven heeft op de eremedaille. Uiteindelijk hebben we 320 stuks verkocht en ik denk, een applaus voor jullie zelf, want dat is ongelooflijk. Dat blijkt uiteindelijk de grootste financiële steun geweest te zijn achter heel dit project. Dus ik denk wel, Steendorp, sympathisanten van Keizer Karel, van harte bedankt, hè, want het is ongelooflijk. Het is de intercommunale Interwaas, maar waaronder ook de erfgoedcel Waasland resorteert, waartoe ook uw gemeente behoort, die enkele jaren geleden het initiatief heeft genomen om de vele Waase reuzen, en dat zijn er zo'n 70-tal, op de kaart te zetten. Ze werden geïnventariseerd, foto's van genomen en een geschiedkundige uitleg bijgeschreven. En later ontstond de reuzenkalender met afbeeldingen van alle Waase reuzen, wat een collectors item werd voor velen onder u en voor reuzenminnend Vlaanderen. Geachte voorzitter en leden van het carnavalscomité, ik zou u willen feliciteren met uw initiatief tot het vervaardigen van uw reus voor Steendorp. Het gaat jullie goed met jullie keizer.
Vandaag mag ik mee in de vreugde delen naar aanleiding van een uniek gebeuren in de geschiedenis van ons relatief jonge dorp. Een heus doopfeest voor een geboorte van een reus. Dat we misschien ook andersom zouden kunnen vertellen als een reus van een geboorte. Het gaat in ieder geval om de vereeuwiging van een reus van een medemens. Een reus naar het evenbeeld van iemand die in de naoorlogse geschiedenis van ons dorp voor velen een bijzondere betekenis heeft gehad. Karel Kalman Horvat. Dat het net de orde van de baksteen is die met dit originele idee op de proppen is gekomen, hoeft ons niet te verbazen. Reeds jaren is het carnavalcomité immers de onbetwiste vaandeldrager van het lokale verenigingsleven en slaagt het erin het feestdynamisme waar Steendorp eens zo bekend om was, minstens eenmaal per jaar opnieuw op te roepen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de Orde van de Baksteen ook dit huzarenstukje met succes heeft kunnen voltooien. Ik wens de initiatiefnemers en allen die erbij betrokken waren en de uitvoerder, Jo Bokland, van harte proficiat en ben vandaag terecht fier dat Steendorp op deze manier voortaan deel uitmaakt van een traditie die zeer sterke wortels in het Waasland kent. Reus Karel, van harte succes gewenst en veel plezier hier in ons dorp en bij de vele gelegenheden waarbij u als ambassadeur van Steendorp zult optreden. Het gaat u goed. De jongste jaren is Steendorp opvallend herontdekt en opgewaardeerd. En dat is een combinatie van een aantal elementen. Onder meer blijkt dat uit de publicaties over Steendorp of delen ervan. Ik heb ze nog eventjes opgeteld alvorens ik naar hier kwam. Dat zijn er meer dan 20 het jongste decennium. Dat wijst erop dat de aandacht voor Steendorp groeit. Naast initiatieven van KWB, Davidsfonds, Karate Club, Soft en Baseball Club, de Schippersgilde van Steendorp, de oudste van ons land en andere, is het inderdaad zo dat de Orde van de Baksteen eigenlijk de gangmaker en de motor en de stuwende kracht is hier in Steendorp. En ik voeg daar zeer graag aan toe dat hun werking en dynamiek eigenlijk alle verhoudingen in acht genomen en maakt tot een van de meest florissante carnavalverenigingen in Vlaanderen. Alle verhoudingen in acht genomen, zij halen daar alle eer van. En dat er benevens een feestelijke en carnavaleske reflex, vooral ook een diep menselijke reflex is, blijkt uit het initiatief van vandaag. Want hier herleeft en blijft leven een van de meest markante figuren uit het naoorlogse dorpsleven van Steendorp en wellicht de meest markante figuur uit het carnavalleven van Steendorp. Wij hebben hem allemaal heel goed gekend. Een lieve, hartelijke, altijd klaarstaande man om te helpen. En zonder twijfel zal hij blijvend in hart en geest verder leven van al die hem gekend hebben. En dat hij via de reus vereeuwigd wordt, is eigenlijk een schitterende blijk van dankbaarheid en van erkentelijkheid. Dames en heren, de Orde van de Baksteen, proficiat. De familie Horvat, proficiat. Dit is een dag die tegelijkertijd ontroering mengt met perspectief. Maar zonder twijfel, van ergens schinder oog in de hemel, zit er nu iemand met een kamerblede glimlach naar hier te kijken. Dit initiatief is in alle gevallen reuze. Proficiat! Heden, de 3 september van het jaar 2011, is voor ons verschenen reus Keizer Karel I. Hij symboliseert Kalman Horvat, keizercarnaval en alom gewaardeerde dorpsfiguur van Steendorp. Verder was Karel de vaste pijnder van reus Mercator van Rubbelmonde tijdens de Schellekesfeesten. De creatie van reus Keizer Karel I was in de vakkundige handen van Jo Bokland en Bea Quintelier. Doopmeters en dooppeters zijn Sylvie Kroeks,
Pascal de Jonge, Kim Scheurwegen. Onze reus kwam tot stand dankzij de medewerking van het gemeentebestuur van Temse en alle sympathisanten uit Steendorp en omstreken. Gedaan te Steendorp, 3 september 2011.